Maar nu eerst de Musical Awards. Vanmiddag vond de lunch voor de genomineerden plaats in Amsterdam. En wij peilden de stemming en de verwachtingen van de zenuwachtige musicalsterren. Alle genomineerde musicalsterren waren uitgelopen voor de gezellige lunch met collega's. Jamai won vorig jaar al een award. Ook deze keer is hij blij verrast met zijn nominatie. En ik dacht van nou, mijn rol die is zo klein. Die komt geen eens een aanmerking voor een musical award. Dus ik had het, helemaal laten gaan al. Jos Brink was minder verrast. Ja, het zat er echt dik in. En als ik er niet bij had gezeten, had ik de pest in gehad. Ik probeer de hele tijd te oefenen hoe ik naar links of naar rechts moet kijken. Zo van, oh, ik heb hem niet gewonnen. Chantal Jansen was twee keer eerder genomineerd en won. De derde award is dus kat in het bakkie. Nee, juist niet dan. Ik denk, die dame heeft wel genoeg gehad. Anne-Wil Blankers, in voorgaande jaren jurylid, is nu genomineerd voor haar rol in Cabaret. Ik vind niet dat ik hem moet krijgen. Ik vind het leuk dat ik genomineerd ben, maar ik vind het veel leuker voor de jonge meisjes. Turks fruitster Jelka van Houten denkt dat ze niet gaat winnen, maar ze weet wel wat ze gaat dragen. Ik ga gewoon weer aantrekken wat ik op de première aan had. Toch niemand die er een foto van heeft gemaakt. Dus ik had zoiets van prima. Het is zo gezellig hier. Die kan ik gewoon niet in een kast laten liggen. Ja, wat heerlijk Nederlands weer. Gewoon lekker dezelfde jurk aantrekken. Ja. Denk je dat zij een kans maakt? Oh ja, dat denk ik wel. Ze had hele goede recensies voor Turks fruit. Was bovendien op debuut. Dus het was heel knap wat ze daar stond te doen. Er zit het zusje van Carice van Houten. Maar dat zal denk ik niet meespelen. Wat misschien nog wel stiekem in haar voordeel werkt, is dat Jo van den Ende eigenlijk toch wel de man is achter die musical awards. Deze musical is niet van hem waar zij in speelt. Dus ja, hij kan ze moeilijk allemaal houden natuurlijk. 22 mei, dan weten we het zeker. Dan worden de beeldjes weer uitgereikt.